Vandaag maken we een financiële scan van de excentrieke Ricardo. De beurt is aan onze financiële expert. Jacqueline, ik heb hier vanochtend in het centrum van Haarlem Ricardo van de straat geplukt. Een man met twee gezichten, daar ben ik inmiddels achter, letterlijk en figuurlijk. Want door de week is hij gewoon Ricardo en vliegt hij als steward. En in het weekend ontpopt hij zich tot Rachel. Hoe het financieel zit, weet ik eigenlijk niet precies. Ik weet alleen dat hij eigenlijk al zijn geld elke maand uitgeeft. Ja, ik hoop dat hij ondanks die twee gezichten één boekhouding heeft. Dus we zullen eens even zien. Is een goeie. Je moet hier naar binnen. Okay. Eerste verdieping, nummer 79. Dag Ricardo. Ja, met Jacqueline. Ja. Ik had een hele dikke, strenge dame verwacht, maar niet zo mooi. Hallo, Ricardo, aangenaam. Nou, ik kom hier om jouw financiën door te nemen. En daar heb ik natuurlijk alle papieren voor nodig. Dus, ja, ik ga ze voor je pakken. Ik moet wel bij zeggen, het is zo'n stapel. Het is deze map. Op je hoofd. En dan heb ik allemaal mapjes. Kijk, hij weegt aardig wat, hoor. Dan heb ik bijvoorbeeld hier, heb ik... Nou, dit is dan mijn ziekenfonds. Ja? Ik heb mijn belastingdienst, zorgtoeslag, huurtoeslag, loonspecificaties. DigiD, Nuon, ik zou zeggen. Jij bent heel goed in. En belastingen zijn je zit er zit ook in? Zit er ook in. Zit er allemaal in. Binnen een, hoe noem je dat? Een burger. Een goede burger. Nee. Modelburger, sorry. Een modelburger. Nou, ik ben heel benieuwd of dat zo is. En, chaos of Philip mee? Het viel heel erg één mooie map. Dus ik ben heel erg benieuwd. Nou, succes. Mag ik jouw sleutel? Ik ga zo met Erik door je huis. Ik krijg geen vlek op mijn bed, hè? Op zoek naar waardevolle spullen. Gadverdomme. Zijn er nog plekken waar ik niet mag komen? Jij wel. Jij mag overal komen. Oké, nou. Nou, de dames zijn weg. Dus Victor heeft zijn handen vrij om samen met Erik de inboedel af te struinen. Kom erin. Laten we gelijk beginnen hier bij de meterkast. Oh ja, ik moet je iets vertellen trouwens. Ik wou net zeggen, ja. Hij werkt als doorbitch. Verder is hij ook steward. Kijk eens, hartstikke leuke modelletjes. Zit jij een beetje in de damesmode? Nee, maar we kunnen wel ongeveer per schoen, een paar kunnen we, 7,5 euro aanhouden. Oké. Dus dan zitten we ongeveer op 75 euro. Let's go. Ricardo is nogal een bont figuur. Zo heeft hij zijn huis ook ingericht, zie je. Ja. Kijk, dit is Ricardo. Als man. En meet Rachel. En dit is het weekend. Goed toch? Ja, helemaal goed. Deze lamp ziet er zeer indrukwekkend uit. Ja, ook op de muren. Het decor gaat door. Laten we dit maar decoratieve lamp noemen. Deze stoelen bijvoorbeeld. Ja, dit zijn stoelen naar een antiek voorbeeld. Die komen uit het Verre Oosten. Die worden daar gemaakt. En vaak ook met skybekleding. 250 voor de set van 6. De tafel 50 euro. Dit begint los te komen. Ja. Maar... wat hebben we hier? Televisie? Ja, een grote LCD-televisie. Nou, dit formaat. Nou, we kijken naar de leeftijd. Ongeveer 200 euro. Lampje? Nou, een beetje hetzelfde verhaal als de lamp boven de eettafel. Laten we hem houden op 30 euro. Lijkt heel wat. De bank? Lekker hoor. Niet verkeerd. Oh, dat zit goed, hè? Ja. 175 euro krijg je altijd. Okay. Hij is nog qua stof helemaal goed. Ja. Mooie koelkast. Amerikaans modelletje. Ja, leuk, hè? Ja, geïnspireerd op de jaren 50, hè. Koel-vriescombinatie. Dit soort koelkasten, als je die nieuw wil kopen, ben je toch wel ongeveer 1100, 1200 euro kwijt. Dus ik denk dat je voor zo'n koelkast nog altijd wel 500 euro krijgt. Lekker. Misschien meegenomen van een verre reis? Ja, dat is wel leuk. Dat ligt in de la. Nou, hij is helaas gerestaureerd. Dat kan je zien. Hier is hij verlijmd. Daar. Nou, dat is een kwetsbaar onderdeel, maar wat is het? Dit is 20e jaren... goudsplateel. Maar nu de grote vraag. Is het wat waard? Nou, als die heel was geweest, had je hier een vaasje gehad van 150 euro. Oké, maar nu? Ik wil daar zeker wel 30 euro voor betalen. Oké. Nou, weet je, wat is de moeite niet waard? Maar schrijf toch op. Maar wel zonde voor in de la terug te leggen. Ja. Misschien kunnen wij hem gewoon een plekje geven. Dus we schrijven hem wel op. Ach, hartstikke leuk. Voor alle kleding bij elkaar. Ja. Toch wel een 400 euro. Is dit antiek? Ja, dat is het oudste object van vandaag. Dat is echt antiek? Ja, dit is een antiek meubel. Gemaakt rond 1890. Beschilderde meubels zijn leuk. Alleen de antiekwaarde komt volledig te vervallen op het moment dat je iets beschildert. Vijftientjes. Er liggen heel veel cd's en dvd's in. Ja, nou dit zijn denk ik wel 300 cd's. Ja. Dus dat is in ieder geval 300 euro aan cd's. Badkamer? Zo'n spiegel, daar krijg je nog altijd 50 euro voor.
We schrijven hem op. Oké. Okay. This is where the magic happens. Ach, zielig. Ja, dood. Dat wel. Maar wel een mooie, hè? Nou, zo'n vacht, €40. Oude grammofoon? Ja. Dit is gewoon een kopie, denk ik, uit het Verre Oosten. Oké. Okay. Residence bouquet, Lady of the House speaking. Is dit een nieuwe oude? Kijk was... nou. Ja, dan had het een draaischijf moeten zijn. Het zijn drukknopjes. Ja. Hier misschien nog wat horloges en sieraden. Ja, je bedoelt speelgoed. Ja, maatje medium met diamant. Met zonder batterijen. Maar zou die weten dat hij een steentje mist? Meld jij het? We gaan de boel eens optellen. Dat betekent dat ik op een totaalwaarde kom van €3250. Oké, valt me nog alles mee. Jacqueline heeft alle afschriften, bonnetjes en jaaroverzichten doorgeploeterd. En ze vindt dat Ricardo op de kleintjes moet gaan letten, zodat hij meer voor de toekomst overhoudt. Als ik even aan je kostenkant kijk, dan ja, wat me eigenlijk alleen opvalt, is je uitvaartverzekering. Het valt voor mij, ik geloof dat ik maar een tientje per maand betaal, of €8, weet ik veel. Want je betaalt per maand bijna €21 aan een uitvaartverzekering. Is dat veel, weinig? Dat is best veel. Oké. Okay. Ik adviseer je om daar eigenlijk mee te stoppen en dat op een spaarrekening te zetten. Oh, dat kan ik gewoon terugeisen van hun of zo? Nou, je kunt niet terugeisen, maar je kunt wel stopzetten. Ontvang je een huur- en een zorgtoeslag. Je moet wel beseffen dat als je meer gaat werken... Dat je daar geen recht meer op hebt, ja, weet klopt. Ik. Dan natuurlijk meer werken, behalve netto maandelijks meer geld, bouw je ook meer pensioen op. En dat is natuurlijk wel heel erg prettig, want je hebt nu op dit moment nauwelijks pensioenopbouw. Hè, Ik heb daar ook helemaal geen verstand van pensioen. Meestal als ik bij mijn baas, gaat het vanzelf, zeggen ze. Dat wordt dat doen zij. Ja, weet ik veel wat het is. Ik heb daar nooit over nagedacht. Ik dacht, het is een ver van mijn bedshow. Op het moment dat je nu zo zou doorgaan, dan zou je op je 65ste, of in jouw geval je 67ste, recht hebben op €139 per maand aan pensioen. In het huis is dat vast wel genoeg. En naast je AOW natuurlijk. Ja, op de kaart en een paar appelflappen. Ja. Nee, maar dat is niet veel, nee. Nee, maar een goede nieuws is wel dat als je dus het hele jaar door zou vliegen, dan zou je pensioenopbouw gaan naar €763 per maand. Kijk. Sparen dus en denken aan je oude dag. Het grote moment is aangebroken. Hoeveel is Ricardo waard? Toen ik jou vanochtend tegenkwam en vroeg hoeveel denk je dat je waard bent, toen zei je 50.000 of zo, 60.000. We beginnen eerst aan de negatieve kant, de schuldenkant. Nou, daar kunnen we heel snel klaar mee zijn, want laten we maar eens kijken. Schulden. Schuldvrij. Absoluut. Nul. Je hebt ook gespaard, dat denk je zelf, je spaargeld. €10.000, ja. Laten we kijken naar het spaargeld. Of dat inderdaad €10.000 is. Zelfs €33. Kijk! We gaan drankje doen straks. De wijn is weer betaald, zal ik maar zeggen. Ja. Ja. Goed. Wow. Nou ja, en Erik is natuurlijk in het huis gaan taxeren. Ja, daar ben ik echt het meest nieuwsgierig naar. Ja, doe eens een gok. Wat denk je zelf dat je inboedel waard is? Alles bij elkaar? 15.000. Laten we maar eens gaan kijken. Oh, erg. Hou je vast? Wil je mij vasthouden? Ja. We gaan kijken. €3250. Echt waar? Alles bij elkaar. Wat een armoedzaaier ben ik. Het probleem met inboedel is natuurlijk, om het aan te schaffen heb je heel veel geld nodig. Maar zodra je er één keer op die bank gezeten hebt of één keer in het bed gelegen hebt, is het eigenlijk bijna niks meer waard. Ja. De optelsom van alles wat we nu met jou hebben doorgenomen, je schulden, je spaargeld en je inboedel, die maakt de titel van ons programma. Hoeveel ben je waard? Jacqueline, laat me zien. Ja. Ik durf niet meer te kijken. Je bent waard... €13.285. En geen cent meer. Oh jezus, waar mag ik tekenen? Je staat in de plus. Ja. Oh ja, sowieso. Ja. Dan wil ik heel graag proosten op €13.285. Als begin, toch? Ja, als begin. En heel erg bedankt voor je openhartigheid. Graag gedaan. Proost. Proost. Ik had het wel iets hoger verwacht. Maar 13.000 zoveel. Ja, gewoon, ja, kom maar op. Vind ik ook goed. Stort het maar. Teken wel ergens, hoor. Meer zien? Ga naar kijk.nl.
Kijk, opent je ogen.